Dag dames en heren, jongens en meisjes, hier Wilfred Gené, die breekt heel even in. Uw presentator van Voetbal Insight, die in een euforische stemming verkeert natuurlijk. En dat zul je misschien kunnen begrijpen na gisteravond. Cambuur in de halve finale van het bekertoernooi. Wie had dat ooit kunnen denken? In een wedstrijd tegen Utrecht, een historische avond, dat mag je het gerust noemen. En mag dat dan, is de grote vraag. Presentator zijn, eigenlijk moet je dan objectief zijn en toch een bepaalde voorkeur hebben. Persoonlijk vind ik van wel. Ik vind het allemaal wat hypocriet dat al die andere presentatoren er altijd zo moeilijk over doen. Want volgens mij heeft iedereen wel een bepaalde voorkeur en moet je daar ook wel een beetje vooruit durven komen. Cambuur is mijn club en ik ben hartstikke blij. En dat was gisteren een bijzondere dag, al was het alleen maar vanwege de beslissing van Paul van Boekel die een penalty terugnam. Hij liep naar de monitor, keek eigenlijk in een flart van een seconde. Het zal niet eens langer zijn geweest en besloot om hem terug te nemen. Ik denk persoonlijk dat hij niet eens gezien heeft, maar dat hij al in zijn oor had gekregen dat het geen penalty was. Maar dat hij voor de vormen toch nog even naartoe liep en daarmee een historische beslissing nam. Al met al een bijzondere avond. Cambuur tegen FC Utrecht. Cambuur in de halve finale, 25 januari in het jaar 2017. Historisch om twee dingen. Paul van Boekel die zo'n beslissing neemt. En natuurlijk, als je fan van Cambuur bent, een hele belangrijke dag voor de voetbalclub uit Friesland. Ik ga nog even doorvieren met de rest van de familie.